doe je radio. Welkom bij Ratatouille Radio. Welkom bij weer een album special. En het werd ingeluid door Die Alarm. We gaan het hele uur gaan we Die Alarm draaien. En hun debuutalbum Declaration uit 1984. Ja, en we begonnen de uitzending met Declaration. Die Alarm is een Welsche rockband die in 1981 werd gevormd in Real Wales. Oorspronkelijk gevormd als een punkband genaamd The Toilet in 1977. Onder leiding van zanger Mike Peters omarmde de band al snel de arena rock en omvatte opvallende invloeden uit de Welsche taal en cultuur. Door het voorprogramma te verzorgen van acts zoals U2 en Bob Dylan werden ze een populaire new wave popband in de jaren 80.
Catching On. Toen in 1977 de punkband The Toilets werd opgericht, bestond de band uit Mike Peters, die zich Eddie Bob ging noemen, Glyn Crosley, die zich Steve Shock ging noemen, Richard O'Malley Jones, die zich Bob Larks ging noemen, en Nigel Buckle, die zich Des Troy ging noemen. De band hield op in 1978 hielden ze op te bestaan, maar ze hernoemden zichzelf naar Quasimodo en speelden covers van The Who's Live at Leeds met gitarist Dave Sharp. Deze groep omvatte ook Carl Wallinger op keyboards. Later noemde de groep zich 17 met zowel Mike Peters als Nigel Buckle naast Eddie MacDonald. 17 begon als een driemansformatie, maar werd vergezeld door gitarist David Kitchingman. En hij veranderde zijn naam in Dave Sharp. Ze werden een power pop mod band. Ze gaven hun laatste concert in januari 1981 onder de naam Alarm Alarm. When the storm broke. Alarm Alarm hervormde al snel onder de nieuwe naam The Alarm. Ze verhuisden in september 1981 naar North Wales, van North Wales naar Londen. En de band nam een eenmalige single op. In die maand werden er 1000 exemplaren geperst met Unsafe Building aan de elektrische kant en Up for Murder aan de akoestische kant. De single werd opgemerkt door Mike Mercer,
die het tot single van de maand uitriep in zijn Zig Zag magazine. De band speelde in december 1981 een show met The Fall, waar een journalist van Sounds hen opmerkte. De journalist woonde ook hun volgende show bij. Ook bij deze show was een vertegenwoordiger van Wasted Talent aanwezig, die een ontmoeting tussen de band en Ian Wilson, en Ian Wilson was de agent van U2, regelde. Wilson organiseerde ook nog een show om de kwaliteit van de band te beoordelen. Hij was onder de indruk en werd al snel hun manager. Om dit te vieren speelde The Alarm samen met U2 in de Lyceum Ballroom. En dat was op 22 december 1981. Lights. In 1982 begon The Alarm demos op te nemen voor verschillende platenlabels, maar ze hadden weer weinig succes. Op dit punt speelden ze met 3 akoestische gitaristen. Uiteindelijk kreeg de band een aanbod van IRS Records en Marching On werd in oktober 82 uitgebracht als single. En het geluid van de band begon duidelijk te worden. Op het podium begonnen ze bijna altijd akoestisch om vervolgens af te sluiten met elektrische gitaren. Door constant op te treden in Londen wist de band een publiek op te bouwen. En in december 1982 speelden ze 4 shows met U2.
Dit waren de eerste shows waarbij Bono zich bij The Alarm op het podium voegde. Upon the terrace, I can hear the crowd roar, 68 guns! And in the subway, I can hear them whisper, and glory of the years. We never once thought of the fears for what we'd do when the battle cry was over. Nothing lasts forever. It's all they seem to tell you when you're young. I'm breaking!
68 Guns. Het nummer The Stand van The Alarm werd in april 1983 opgenomen in Battersea en werd uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk als single. De tekst van het nummer was geïnspireerd op de gelijknamige roman van Stephen King. Buiten het Verenigd Koninkrijk werd het nummer uitgebracht als onderdeel van een 5-tracks EP getiteld The Alarm. De EP werd uitgebracht ter gelegenheid van de eerste tournee van The Alarm door de Verenigde Staten en dat was in juni 1983. Na het succes van de opnamesessies die de Stand voortbrachten, besloot IRS hun opnameoptie op de band te benutten. Wat het begin van het werk aan een album markeerde. Er werd nog een sessie met producer Mick Glossop gearrangeerd. Om de single Blaze of Glory te produceren. People, light up your light tonight. I wanna see you shine. Fight this bear. Don't let it get you down. Don't let it tie you down. There's a man with a wife and three children who's been told he can't work. There's a boy who's been told there's no future. He's been fed by the blind. And I can hear them crying as they try to sleep the night. I can hear them cry. Hear them cry. We are the light. We are the light. We are the light of our lives. Hold on to what you believe is right. Don't let anyone tell your lies. Look ahead. Don't stop to look behind. The past ain't no friend of mine. There's a failure who is standing on the corner, for he cannot see hope. There's a blind man that's standing at the crossroads, for he cannot see light. And as we fight our candles, we must make sure they burn through the night. But if they should die, The Light. Na de tournee door Amerika keerde The Alarm terug naar het Verenigd Koninkrijk om te beginnen met het werken met de producer Alan Shacklock. Ze richtte zich op het opnieuw opnemen van Blaze of Glory en 68 Guns. Na de opnamesessies maakte de band een video voor 68 Guns en vloog terug naar Amerika om hun eerste headline tournee door Amerika te beginnen en op te treden als support voor The Pretenders. 68 Guns werd uitgebracht als single en dat was op 12 september 1983.
En kwam volgende week, niet de volgende week in 1983, niet nu, binnen op nummer 50 in de hitlijsten. Het nummer klom op naar de top 20 en blijft hun hoogste genoteerde single met een piek op nummer 17. Shout to the Devil. The Alarm was bezig met het opnemen van een album sinds
juli 1983. En tegen de tijd van het optreden van op de Top of the Pops hadden ze een basis van de meeste nummers al opgenomen. Na het afronden van een tournee door de Verenigde Staten en een headline tournee door het Verenigd Koninkrijk eind 1983 keerde de band terug naar de studio om de basis van de overige nummers op te nemen. Op 6 november 1983 nam de band een akoestische radiosessie op voor de BBC. Tijdens deze sessie werden drie gloednieuwe nummers voor het eerst ten gehore gebracht. En dat waren Walk Forever by My Side, One Step Closer to Home en Unbreak the Promise. Op 7 november keerde de band terug naar de opnamestudio om het album af te maken. Dat nu Declaration werd genoemd. Dat album draaien we nu dus in dit uur in zijn geheel. Na een tournee door Amerika in december keerden ze terug naar het Verenigd Koninkrijk om op 17 december op te treden als onderdeel van een antinucleair benefietconcert in het Apollo Theater in Londen.
when the hands are held up Declaration, het debuutalbum van The Alarm, wat we nu dus in zijn geheel draaien, werd uitgebracht door IRS Records. En dat was op 14 februari 1984. Een week later kwam het album binnen op nummer 6 in de UK Albums Chart. In november 1984 nam The Alarm demo's op voor 9 nieuwe nummers. Waaronder Absolute Reality. Ze speelden hun nieuwe materiaal voor aan de Amerikaanse producer Jimmy Iovine. Die akkoord ging om in januari 85 naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Om te beginnen met het werken aan een opvolger voor Declaration. De single Absolute Reality werd uitgebracht op 18 februari 1985 en kwam een week later binnen op in de top 40 van de UK Singles Chart. Na een reeks optredens op het Europese festivals met een nieuwe producer, Mike Howlett, begon The Alarm te werken aan een opvolgende volgende album. En die heette Strength. And if you know what is the answer, why don't you tell me, what does it feel like to be free? Yeah. What does it feel like? Take a look at the past, all the wrath of all the ministers, collecting for the criminals and the judges. Yeah.
Tell Me. The Alarms tweede studioalbum Strength werd uitgebracht op 1 oktober 1985 en was opnieuw een succes in het Verenigd Koninkrijk en bracht hem voor het eerst in de top 40 van de Amerikaanse Billboard 200 album lijst. Bovendien was de single Spirit of 76 een top 40 hit in het Verenigd Koninkrijk. Na de promotietournee nam The Alarm een pauze, maar ze keerde terug in 1987 met Eye of the Hurricane en kregen een tourplek als support voor Bob Dylan. Ze hadden ook een hitsingle in het Verenigd Koninkrijk en dat was in 1987 met Rain in the Summertime. En dat komt van Eye of the Hurricane. Wat hun op 1 na beste notering op de UK chart opleverde.
De Deceiver. The Alarm toerde uitgebreid door de Verenigde Staten en Europa gedurende de jaren 80 en tot 91. Ze kregen veel populariteit in 1983 toen ze het voorprogramma waren van U2, een band waarmee ze vaak muzikaal werden vergeleken. Change uit 1989 was een eerbetoon aan hun geboortegrond van de groep Wales en werd vergezeld door een alternatieve Welsh-talige versie, Knew It. De grootste moderne rockhit van The Alarm in Amerika, Sold Me Down the River, zorgde voor het eerste en enige keer dat ze in het Amerikaanse Billboard Hot 100 Top 50 terechtkwamen. Hoewel het nummer New South Wales populair was in Wales, verkocht het niet zo goed als het eerdere werk van de groep. Interne oneenigheid binnen de band, verergerd door sterfgevallen in zowel de families Peters als Twist, maakte van de single Raw uit 1991 de laatste inspanning van de oorspronkelijke bezetting van The Alarm.
Stand Prophecy. Ja, en dan kijk ik op de klok. Helaas, we moeten weer afscheid van jullie nemen. Ik heb het genoten van het uurtje The Alarm. Het was jeugdsentiment voor mij. Ratatouille Radio kun je natuurlijk on demand terugvinden. Alle uitzendingen tot 3 maanden terug. En zoek dan gewoon Ratatouille Radio, Salto. Ja, en dan eindigen we met het laatste nummer van deze LP. Howling Wind.